Ouders van kinderen die ziek zijn geworden na de inenting tegen de Mexicaanse griep, die krijgen mogelijk compensatie van de staat. Tijdens de zogenaamde Mexicaanse griep in 2009 zijn 500.000 kinderen in ons land gevaccineerd met het middel Pandemrix. Tientallen kinderen kregen vervolgens de ernstige slaapziekte narcolepsie. Zo ook de 9-jarige Senne. Wij willen de erkenning van dat ons kind leed is aangedaan door de vaccinatie van de Mexicaanse griepprik. Senna is 9. Hij heeft narcolepsie. Dat is een ernstige slaapziekte waardoor je te pas en te onpas in slaap valt. Ook kunnen zijn spieren verslappen bij emoties. Dan zakt hij door zijn benen. Hij leeft heel veel met een kort lontje, omdat hij constant tegen die moeheid aanzit. Wij gaan slapen, komen in onze droomslaap. Van onze droomslaap gaan we in een diepe slaap. En Senna van zijn droomslaap gaat hij maar heel kort in diepe slaapjes. Dus hij is heel veel wakker. Sen, kijk mama's aan. Gaan we zo even kletsen? Senna's moeder weet zeker dat de Mexicaanse griepprik in 2009 de slaapziekte bij haar zoon heeft getriggerd. Daarom heeft ze zich bij een groep ouders gevoegd die schadevergoeding wil. Ze hebben een advocaat in de arm genomen en er is inmiddels contact met het ministerie van Volksgezondheid over compensatie. Wij hebben gesprek gehad met het ministerie en met de landsadvocaat. En in dat gesprek is ons gezegd dat de overheid zijn best gaat doen om tot een vruchtvol overleg te komen en een regeling te treffen. In 2009 sloeg de Mexicaanse griep om zich heen. In Europa worden in allerijl 30 miljoen mensen ingeënt met het vaccin Pandemrix. Meer dan 1000 mensen krijgen de slaapziekte. Eerst in Finland en Zweden, later ook in Engeland, Ierland, Frankrijk en Noorwegen. In Nederland worden zo'n 500.000 kinderen onder de 5 jaar gevaccineerd. Inmiddels zijn hier 27 gevallen van narcolepsie gemeld bij bijwerkingeninstituut Lareb. Dat vaccin heeft toch gebreken vertoond. Het heeft meer stuk gemaakt dan de bedoeling was. Maar de overheid heeft in deze ook een hele specifieke rol. De overheid heeft echt heel breed, dwingend geadviseerd destijds om tot vaccinatie over te gaan, zonder dat er echt iets verteld is over de risico's. Eén Vandaag ging eerder naar Finland, waar ze al veel sneller in actie kwamen. The connection with vaccination is certain. There is no doubt about that. When we looked for the results from 2010, we have more than 10 times increase in incidence of childhood narcolepsy, which is really abnormal. In Finland, Zweden en Noorwegen hebben een paar honderd narcolepsiepatiënten inmiddels compensatie gekregen. Zo ook William Broeren, vader van een Finse dochter die de slaapziekte kreeg. Bij ons hebben ze dus onze medische kosten gecompenseerd. Dus, en daarbovenop ook alle zorgkosten. Dus, terwijl als ik niet naar mijn werk moest kon gaan, hebben ze me daarvoor gecompenseerd om thuis te blijven voor een tijdje met mijn dochter. In Finland krijgen ouders bijvoorbeeld ook medische kosten vergoed en vrije dagen die ze op moeten nemen voor hun zieke kind. Ja. Zou je dat ook willen? Nou, dat zou heel fijn zijn, want het eerste jaar heeft Senna, het eerste half jaar was Senna elke maand een week in het ziekenhuis. Nu had ik op dat moment bijzonder verlof. Mijn werk was heel coulant naar mij. Maar nu neuroloog, therapie, psycholoog, wij nemen er vrij voor. Maar vanuit de overheid zou het fijn zijn als ze ons daarin steunen. Ja, absoluut. Senna slikt dag en nacht zware medicijnen en zit inmiddels op een speciale school waar hij ook 2 keer per dag verplicht moet slapen. Nu het kerstvakantie is, mag hij zijn middagdutje overslaan om mee te gaan bowlen. Wie is de beste? Ik! Letselschadeadvocaat John Beer kan nog niet zeggen hoeveel geld hij wil gaan claimen per geval. Ik denk wel dat het niet geringe schades zullen zijn. Ik praat niet over enkele tienduizenden euro's. Daar zou je de mensen niet recht mee doen, denk ik. En, dus we zullen daar naar kijken en onze cliënten zijn de eerste die horen welk
geldbedrag wij in gedachten hebben. Hij is wel optimistisch over een goede uitkomst, omdat de staat inmiddels een voorschot van 35.000 euro heeft betaald om te inventariseren welke patiënten voor schadevergoeding in aanmerking komen. Ja, dat onderstreept het gevoel dat men serieuze werkafspraken met de groep wil maken. Anders doe je dat niet. In verschillende andere landen is geen twijfel meer over het verband tussen het vaccin en de ziekte. Maar in Nederland blijft het tot nu toe stil. Een van de betrokken onderzoekers is neuroloog Gert-Jan Lammers. Hij behandelt veel van deze narcolepsiepatiënten. Me inlevend in de ouders van kinderen die narcolepsie hebben gekregen, kan ik me goed voorstellen dat ze erkenning en schadevergoeding van de overheid verwachten. Waarom zou de Nederlandse overheid niet doen wat de overheid in een aantal Scandinavische landen wel heeft gedaan? Senna gaat een onzekere toekomst tegemoet. Er is geen geneesmiddel voor de slaapziekte. Advocaat Beer zal dit ook meenemen in zijn onderhandelingen. Het heeft ook te maken met hoe je later in het leven functioneert. Kun je deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, zoals iemand anders? Kun je jezelf een baan behouden? Heb je arbeidsvermogen? Kun je je eigen onderhoud voorzien of blijf je afhankelijk van anderen? Dat zijn hele grote vraagstukken wanneer je het hebt over het in kaart brengen van de gevolgen. Ja, Joke Storm is hier, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Narcolepsie. Hartelijk welkom. Als je dat ziet, dat jongetje dat dan ook weer zo in slaap valt. Wat een lijdensweg is dat voor het kind, maar ook voor die ouders. Ja, voor beide is het een lijdensweg. Ja. En vooral bij hele kleine kinderen, de ouders het allermeest, zeker. Akelige ziekte. Het lijkt erop dat compensatie, financiële compensatie bedoel ik dan, nu een kwestie van tijd is, toch? Ja, ik denk dat het gaat lukken. Ik heb daar, doe het maar even op intuïtie en op wat ik zie en weet. Daar gaat zeker een schadevergoeding komen voor de mensen. Want in Finland bijvoorbeeld, daar is al 100 miljoen euro betaald, hè, aan in totaal 150 families. Klopt. En u ziet zoiets ook in Nederland wel gebeuren. Ja. Die aantallen kun je in Nederland nog niet over spreken, maar de schadevergoeding op zich zeker wel. Ja. Ja. En wie gaat het dan eigenlijk betalen? De overheid? De overheid, ja. Dus wij met z'n allen? Wij eigenlijk. Met z'n allen, ja. Nou, zijn er misschien nog mensen in Nederland, dat weet u beter dan ik, die niet weten dat ze dit hebben, narcolepsie? Ja. Wij veronderstellen vanuit de vereniging, daar hebben we ook aanwijzingen voor. En iedere dag krijgen we ook wel mensen aan de telefoon die het daarover hebben, dat ze er heel lang over gedaan hebben voordat de diagnose gesteld is. Ja, ja. Want die hebben dus die narcolepsie, ze vallen in slaap vaak overdag. Ja. En het verband is dan nu aangetoond met die vaccinatie in 2009. Klopt. Ja. Klopt. Het is nu 2015. Waarom heeft het zo lang geduurd? Nou, onder andere omdat diagnosticeren van de ziekte vaak veel tijd vraagt. Hè. Je loopt van je huisarts naar de neuroloog. Neuroloog die het niet helemaal weet of niet goed inschat. Totdat je eindelijk bij de juiste neuroloog komt die dan de ziekte diagnosticeert. Dat kan een hele tijd duren. Het gaat dus om mensen die, en in dit geval dan kinderen die ingeënt zijn toen in 2009 met dat Pandemrix. Zijn er ook volwassenen ingeënt met dat middel? Ja, er zijn ook veel volwassenen ingeënt, met name gezondheidszorgwerkers, omdat het een enorme epidemie leek te worden. Het was ook wel een beetje chaotisch in die tijd, kan ik me nog herinneren. Ja, ja. Maar het is zeker zo dat er ook volwassenen zullen zijn die als gevolg van Pandemrix narcolepsie hebben. Dat komt er dus nog bij? Er nog bij, ja. We hebben ook al meldingen. En het LAREP heeft ook al meldingen. Maar er zijn ook al mensen bij de vereniging, ook lid van de vereniging, die dat aangeven. LAREP doet onderzoek naar bijwerkingen van geneesmiddelen. Ja. Heel hartelijk dank, mevrouw Storm.